Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2 Avatar Lock met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering ging niet helemaal lekker voor Sander, helaas. Ik hoop voor hem gewoon leuk. Ja, Sander is nogal negatief, wat een beetje sad is. Ik hoop dat jullie nog wel plezier hebben om naar mij te kijken, want ik ben niet sad. En, vind je het gek? Oh, ik ben al gewoon een keer gewhite in deze serie, hè? Dan weet je dat. Jij nog niet. Ik wou dat ik gewhite was. Deze run is sowieso al dood. Alle goede Pokémon mag ik al amper vangen. Omdat die allemaal dood zijn gegaan. Ja. Maar dan moet je de vraag stellen. Wie laat ze doodgaan? Nou, dit is mijn tegenstander. Omdat ik ook best wel genaaid ben in de Pokémon waar ik tegen moest. Nou, vooruit. En dat ik steeds geen healing items kon kopen. Of out of healing items was. Ja, dat is wel genaaid, ja. Dat is gewoon, dat is feit. Dat kun je niet ontkennen. Mm-hmm. Die Basculin met zijn uproar was ook fucking bullshit. Die was wel pittig, ja. Die Zubat leek niet zo pittig, maar... Die was toch wel pittig. Fucking alles... deed het meer dan de helft of bijna de helft. En ik had geen healing items. Oh, Ember, ja tuurlijk. Ga gewoon runnen, gast. Dus ja, ik word wel genaaid. Dubbel de kick. Ik vind het vooral ook gewoon niet leuk zo. Want ik kan niet verder, maar... ja... of ik moet gewoon verder gaan en doodgaan. Kan je niet goed trainen hier bij het grasje waar ik nu vlakbij ben? In de vorige route en dan die dual grass, zeg maar. Hier, wacht. Nee, er zitten... gebites en zo, daar heb ik echt helemaal niks tegen. Als ik nou Snover had... maar ja, die is dood gegaan 3 afleveringen terug. Dat is niet waar. Dan, als je deze niet meetelt. Oeh, een Kyogre, die mag ik niet vangen. Level 2, Kyogre. Oh, gaat Woof ook nog dood, want het is een fighting type. En ik kan niet runnen. Oh, ik kan wel runnen. Nou, dat valt mee. Oké, nice. Maar je was dus gaan puzzelen, want daar hadden we het vorige aflevering over. Maar dan vooral cijfer gebaseerd hebben, begrijp ik daaruit. Ja. Oké. Okay. Ik ben meestal van de woordpuzzels, maar ik hou ook al van puzzels. Puzzelboekjes. Ja? Ja. Oh. Ja, ik vind juist die andere leuker. Ik ga even speed up, want dit duurt me allemaal veel te lang. Nee, maar... ja, ik vind juist die met cijfers leuker, omdat daar ben ik beter in. Oké. Okay. Dus nee, ja... het is heel lastig om uit te leggen, want heel veel puzzeltjes... ja, moet je zelf gedaan hebben om ze te begrijpen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik kan het niet per se uitleggen. Nee, maar dat is ook logisch. Dus nee, ja. Ah, ik vind... er zijn ook echt wel leuke woordenpuzzeltjes, alleen... ik ben daar gewoon altijd zo slecht in. Dus dan zit ik vast. En als ik vast zit, dan zit je ook echt vast vaak met die woordenpuzzeltjes. Mm-hmm. En met die cijfer, omdat ik daar beter in ben, heb ik niet het gevoel alsof ik vast zit. En als ik vast zit, dan leg ik het weg. Ja, precies. Of dan doe ik even een andere tussendoor. En daarna, oh, wat dom, dat heb ik helemaal niet gezien. En dan, boom. Kibum. Ja. Dus, vandaar dat ik cijfers zelf leuker vind. Maar... Snap ik. Japanse puzzels, die vind ik ook wel leuk. Alleen het probleem is... dan je heb kan je dus... geen Japans. Ja, oh, dat is ook een probleem. Maar dat is niet een probleem voor Japanse puzzeltjes. Want geen Japans. Nee, het probleem is... je moet eigenlijk vakjes inkleuren, zeg maar. Oh ja, dat ken ik. Maar als je dus... één foutje maakt, dan is de hele tekening verpest. En dan, yep. Zeg maar,
op de computer en alles is het niet zo erg. Ik heb op mijn mobiel. Ik heb op mijn mobiel ook een app waarop ik dat speel. Mm-hmm. Maar dan is het niet zo erg, want dan kun je gewoon makkelijk aanpassen, zeg maar. Yep. Maar als je het op papier doet, dan is het meteen heel fijn. Want dan moet je de hele puzzel haast uit gaan vegen. Yep. En dan, ja, is het niet zo handig gewoon. Dat is zeker niet handig, heen. En je maakt, of nou ja, je, ik maak ook nog gauw een foutje omdat ik chaotisch ben. En dan streep ik niet door welke ik al gecleared heb. En dan denk ik, oh, die moet nog. En dan, het klopt niet. Ja, want dan heb ik die al gedaan, maar dan heb ik die niet doorgestreept. Dat is inderdaad niet handig. Omdat je niet heel handig bent. Ja, dom. Noem zo dat ook wel in de volksmond. In de monting van de volkenzing. Ja. Zoiets? Ja, van die guy van die wagen. Die snap ik niet. Volkswagen? Wauw. Wauw, Sandering, waar ben je, Grabking? Kijk, daar heb je Iris, jouw favoriete character van Pokémon. Huh, wat? Waar is? Wie is mijn favoriete character ook weer? Iris. Wie is mijn favoriete? Oh, dat is een goede vraag. Wat is jouw favoriete Pokémon character, Miel Henning? Hmm. In de anime is het wel Brock, denk ik. Ja, ik heb helemaal niks met Brock. Ash is een debiel. Behalve in Gen 4. In Gen 4 en Gen 6 zijn Ash heel cool. Ja. En in Journeys is hij volgens mij ook wel oké. Okay. Jawel. Oh, ja, James is ook wel leuk, maar die is de bad guy. Dus, en ze is wel grappig, maar wel in combinatie met Meowth en Jesse. Als die er niet zijn, dan is James ook niet grappig. Nee, precies. En ik vind ze alleen maar irritant. Ik moet zeggen, ik vind die ene gast die in Journeys één aflevering was, die is zo'n shiny hunter met zijn shiny Psyduck. Dat is mijn favoriete karakter. Dat is jouw favoriete? Ik vond niet echt. Irritant. Nee, grapje. Wow. Veel mee. Nou, wie vind jij het leukst van die female mensjes die steeds komen dan? Mee. Mee? Ja, oké. Ja. Ik vind sowieso dat ze contest doen het leukst. Is dat omdat zij het eerste was die echt iets nuttigs deed? Ook? Naast meereizen. Ook, maar ik vind ook haar design gewoon vet. Met die bandana, zeg maar. Hm. En ik vond Max ook wel cool, haar broertje. Ja, op zich. Where Madam is gone. Volgens mij zit... Volgens mij heb ik echt de 0,000000001% kans... gehad zo maar, net oh, met oh, maar Sander, kwam jij die Blastoise niet tegen daaronder? Nee. Weet je dat heel zeker? Ja. Hmm. Die kom ik ook steeds Pig Knights tegen. Critical hit. Oh ja, couldn't get away. Oh. Rustig blijven, Sander. Oeh, Pursuit. Nice. Ik wil gewoon verder. Mag ik offscreen trainen, alsjeblieft? Ja, je kan offscreen trainen, maar we zijn nu nog niet offscreen. Nee, maar straks. Ja, maar ik ga nu ook niet kunnen doen. Alleen als ik dan wel die Blastoise tegenkom, hè, want die kom ik sowieso deze aflevering denk ik niet meer tegen. Mm-hmm. Oh, we hebben nog 20 minuten, maar misschien wel, maar... Ja, ik hoop gewoon dat die daar zit. Ik heb gewoon een gevoel van niet, maar... Ik weet het zeker. Hmm. Ik kwam eerst die Blastoise tegen, daarna al die Pig Knights. Toen kwam ik steeds die Nidorino tegen, die ik nu ook trouwens nooit meer tegenkom. Maar... Ja, ja. Ik denk namelijk dat jij toen je Pokeballs op waren, dat je toen meteen naar boven bent gelopen om Pokeballs te kopen. En dat je toen hier weer ging proberen, terwijl je eigenlijk daaronder moet zijn. Dat is wat
ik denk, maar misschien denk ik dat niet goed. Ik wil echt niet meer. Oh, er is een Pokémon dood. Ik dacht van, waarom zegt hij nou niks meer? Woef! Niet woef! Pure power ook nog. Maar ja, die was hij bij level 16 toch kwijt. Ja, maar ja. Oh, ik haat het gewoon. Het zit me allemaal gewoon ook niet mee. Nee, maar ik weet het zeker, want ik was nog niet doorgelopen, zeg maar. Ik was eerst hier gaan kijken, wat is hier voor Pokémon? Oké, als jij het zegt. Dus ik weet het eigenlijk bijna zeker, één. Wat zo'n Engels leenwoordje is, haha. Wat niet waar is, want zekering is... Ja, trouwens, dat is wel waar. Het is net hoe je het bekijkt. Ga je nou zeggen dat ik geen Engels kan? Ja. Audinoing! Ik ga wel onder. Die blast dus vind ik toch nooit weer. Misschien is hier wel een coole Pokémon. Blastoise. Oh, die wil ik. Die mag je niet. Twee aspecten niet. Deed hij nou Roar? Oh nee. Munchlax. Ja, die mag ik wel, maar die hoef ik niet. Wow. En dan vind je het gek dat ik nee zeg tegen een Lillipop, hè? Oeh, Excavalier. Oh, hier ben ik wel blij mee. Ja. Deze zou ik wel chill vinden als dat lukt. Jeetje. Oh, ik ga dood. Oh, niet. Oh, Celebi. Yeah. Oh, maar ik mag Celebi. Ik ga Bugs wel. Oh. Ja, moet ik hier... Ik moet hem sowieso verzwakken, want dit is een last Evo. En hij is steel. Deze is sowieso heel lastig te vangen. Ja, dat is ook een steel Pokémon, hè? Ja. Helpt ook niet mee. Ja, hij is wel dood. Ja, dat wist ik, maar... Oh, Giratina. Is die dark? Ja, toch? Ja. Nee, Ghost is hij trouwens. Ghost Rock. Oh ja. Hij is geen Dark. Dat is jammer. Moet ik Tulp in gaan zetten? Die gaat sowieso dood door een Twin Needle. Giratina heeft ik heb niks anders. Dan zou ik een bal gooien of niet? Dat gaat nu toch nooit zitten. Dat dacht ik van mijn Blaziken ook. Nee, jij bent alles positief. Jij denkt zo niet. Nee, dat is waar. Doe een pokeball. Kom op. Nee, Sonnebloem. Okay. Sonnebloem? Ja, zo noemde ik mijn Drowsy elke keer in mijn hardcore Nuzlocke. Ah. Doe je dat nog? Ja, ik heb eergisteren Pokémon 10 verneukt. Hoeveel was je? Crystal. Rifle in de. In de Burnt Tower. Hij zegt, ik voel het. Maar proberen. Game Boy Luke. Kom op, Escavalier, please. Game Boy Luke. Yes. Nee! Oh, fuck. Ik was al gewoon aan het en ook nog zingen. Dood. Nou, oh. Ik ben niet dood, Sander. Dat dacht ik. Niet liegen tegen mij. Ja, dit is een keuze. Fuck it. Hij zit toch, dus. Inderdaad. Game Boy Luke. Ta-da-da-da-da-da. Nu heb je gewoon een decent team, hoor. Nou, niet helemaal, dat is niet waar. Je hebt ik heb nul coverage. Bijna nul. Niet helemaal waar. Ja, ik heb geen water, hè. Dus als ik een grass type of een fire type tegenkom, dan ben ik... Oh ja, Armaldo kan wel. Maar ja,
Fire is ook weer super effective tegen die guy, dus... Ja, maar je bent ook Rock. Is het dan nog steeds super effective? Oh, misschien niet. Nee, ik weet nee, het, misschien ook voor wel, de hè. Mensen die dit zien... Oh, dat past niet meer! Of niet meer, dat past... Dat paste wel. Noem me Jan Klaas. Ja, ik wou hem Jan Klaassen. Van Jan Klaas is trompetter van het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den briel. En hij was geen held en hij was geen help. Maar hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar trompetter was hij wel in hart en ziel. Die, dat liedje, daar was hij van. Sorry, ik had Discord even uitgezet. Was je klaar? Nee. Auw. Amber op je gezicht. Para-pa-para-pa-para. In Gen 6 kan het trouwens wel. Kun je hem wel Jan Klaas noemen, want dat heb ik laatst gedaan. In een video die ik opgenomen heb, maar die nog niet online staat. Oeh, nu ben ik wel erg benieuwd. Oh, is dat een Omega Ruby? Ja. Een Ruby Omega. Ik weet geen naam. Noem Arthur. Nou, dat was een koning. Ook een ridder, toch? Kan best. Ik ben niet heel erg thuis in de... Same. In de geschiedenis. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Geschiedenis en heb je niks aan, want het is al geweest, ding. Kiboom. Ik weet niet of iedereen die geschiedenis studeert daar mee eens is, maar dat boeit me niks. Nou, ik ben het er ook niet helemaal mee eens eigenlijk. Ja. Kijk, weet je wat het is? Je kunt wel leren van andermans fouten in de geschiedenis. Maar je leert gewoon het beste door die fouten zelf opnieuw te maken. En dan een heel volk uit te moorden, omdat je denkt dat ze fout zijn. En dan, oh wacht, dat was niet handig. Oké. Ik ben het mee eens, alleen... Het helpt mij niet door een specifieke datum te weten wanneer iets gebeurd is. Nee, ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik vind geschiedenis kan wel interessant zijn, tuurlijk. Is het interessant? Als je moet leren, niet. Ik wou dit helemaal niet. Leuk dat ik 24 Pokémon heb gezien, maar dat boeide me helemaal niet. Ze is gewoon trots op jou, Sander. Oké, dat mag. Wie is ze? Ik weet niet, degene die zei dat jij zoveel Pokémon had gezien. Oh, Juniper. Nou ja, PC, maar ik weet niet of het PC een ze is, maar... Ik dacht dat het Jeanette's PC was. Professor. Oh ja, dan is dat nog een ze. Dat bedoel ik. De eerste vrouw die dat tegen me zegt. Dat ze blij met me is. Nee, trots op je, hè? Oh, trots op me. Wauw. Dan is ze nog steeds niet blij met je, maar... Snap ik wel. Zou ik ook niet zijn met mij. Het begint wel een beetje iets duidelijk te worden. Wat? Oh, die wil ik! Pangen! Oh ja, die mag ik. Ja. Die mag je zelfs. Heel erg. Kijk, misschien dat dat nog helpt, omdat... Het is wel super effective, maar geen stab. Oh. Nou, kan nog wel een keer. Nadeel is, ik heb volgens mij echt 2 Grey Balls. Ik wou bijna Giga Balls zeggen, maar dat is in Legendsing. Ik doe eerst wel Pokeballs. Gigaton Balls. Ja. Chikorita. Oh. Dat is wel naaiend. Oh, Chikorita, dit is het moment. Fury Cutter, ja, alsjeblieft. Hoeveel heeft Synthesis? Ik hoop maar 5. Anders wordt het echt onmogelijk om deze te vangen. Jij bent ook echt al bij Gym 5. Tuurlijk ben ik bij Gym 5. Hij is nu wel in het rood. Misschien moet ik nu gewoon die Great Ball gooien. Maar als die nu niet zit, dan gaat die Pokeball... Jawel. Als hij nu niet zit, gaat die Pokeball zitten.
Chikorita, je bent een babe. Gameboy Luke. Ja, dat vindt hij mooi. Dat vindt hij mooi. Dat vindt hij mooi. Nu noem ik hem ook Babe Leaf. Sowieso. Dat vindt hij zo mooi. Goed. Ja, dat vind ik mooi. Kijk het. Babe. I'll leave. Zo. Dat werkt wel alleen maar voor tweede stage, maar dat maakt niet uit. Ik vind hem cute. En dat mag. Je had hem ook MacBabium kunnen noemen. Ja, dat ook. Gekund. Drift blaming. Blaming the drift. Wow. Wow. Dat is echt niet oké. Dat is zo goed. We zitten zo. Yo, dit moet je echt een TikTok of een iets van maken. Ja. Dit is zo goed. Dit is wel goed, ja. Dit is zo mooi. Kijk, dit brengt weer zo'n lachje op mijn gezicht. Yeah. Nou had ik ook een Chikorita gevangen, dus dat hield ik al mee, maar... Oh. Yo, nog zo'n chick? Oeh, Hyperfang, die ken ik nog wel. Ja, die is wel goed. Die halveert toch altijd? Nee, dat is Superfang. Ah. Hyperfang is die ene aanval die zo fucking goed is in Gen 1. Hmm. Oeh, Glaceon, die wil ik ook wel. Wacht, dus als ik een Glaceon krijg, mag ik ook geen Vaporeon. Geen Leafeon. Jawel, jawel, dat zijn andere Pokémon, hè. Oké. Dus Branched mag wel. Branched FO's. Ja, vind ik wel. Je, wait, het is als... Kyogre mag je ook. Heb je een masterball te vallen? Oh ja, ik heb ook helemaal geen pokeballs, bedenk me net. Ik heb een masterball nog steeds in mijn pocket. Ja, dat is wel ziek. Voor als ik een keer een... Even denken. Oh, wat dom. Nee. Oef, dat was Arthur. Een beetje setting voor Arthur. Oh, dat was ook Benaldo. Ik denk dat Sander zometeen even een nieuw game wil doen. Klopt dat? Ja. Ik wil deze switch out. Je drukt op B, of niet? Oh. Babe Leaf staat er niet in. Wat is dit voor bug? Huh? Druk eens B. Terug, gewoon weg. Nog een keer weg. Oh, dat kan... Huh? Ik zit gebugd. Of moet ik Tul per se inzenden? Huh? Huh? Kan ook niet twee keer dezelfde? Hmm? Kan ook niet twee keer dezelfde? Nee, dat probeer ik dus. Kijk. Hè? Ik moet wel. Arthur of Benaldo probeert. Heel raar dit. Wat de fuck is dit nou weer voor een onzin? Echt, Gen 5, wat een kut game. Ik ben nu wel echt even klaar met deze game. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. We gaan even kijken wat we hiermee gaan doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Adios, amigos. Doei.